Heel even zachtjes praten, maar als er iemand komt van de beveiliging. We zijn rechtstuurd uit de parkeerplaats. Oh, dit is echt nu al de beste vlog ooit. Wil je later trouwen? Niet met jou. Hoi, ik vroeg me af, ik heb deze telefoon net gevonden in Park Randerbroek. En ik vroeg me af of jij toevallig weet van wie deze telefoon is. Yo, hallo, met Harmen. Hey, hoi. Volgens mij ben jij dan nu de telefoon van Jaren gevonden, toch? Ja, dat klopt. The first revolution is when you change your mind about how you look at things. Because that's a highway to hell. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. You guys, you chose this outdoor trip, and you turned out to be heroes. So this was an act of terrorism designed to kill innocent people. Some people flew up and down the mountain. Another one is protect your cover. This is why a simple cover is easier. Protect at all costs classified information. Look, again, I think that's a ridiculous accusation. The president in this matter has done nothing wrong. Under the gun, you're not going to want to be trying to remember all the details of a complicated cover. Hallo jongens. En meisjes. Helikopters. Hallo jongens en jaders. Zo naar met je camera. Dit is mijn camera, ja. Hallo mensen. U kijkt naar de arme vrouw. Ik ben niet arme vrouw. Dus daarom is dit wel perfect. Maar dit kan je eruit knippen, toch? Kijk eens hoe goed de kwaliteit is. Oh, mijn ogen zijn dus echt mooi met dit ding. Here we go. Yeah. We zijn in het huis van Jade. Ik ben de hele tijd bang voor wie er komt. Voor wie klopt er? Hallo, ik ben Jade. Ik ben 16 jaar. Ik ben geboren in Amersfoort. Niet mijzelf, uiteindelijk. Ik ben happy nu opgesteld omdat ik een minion wilde. Ik heb hem betaald, dus op zich. Maar ja, nee, ik ben het helemaal eens. Heel even zachtjes praten, maar als er iemand komt van de beveiliging, dan zegt wel dat we een filmpje aan het opnemen zijn voor CKV. Ja, dat is goed. En dat we een moordscène in een parkeergarage doen. Ja, en we zijn dan niet meer happy nu. En jij moet nog van de hoofdstad kiezen. Is dat Chernobyl? Nee. Ja, maar dat is geen hoofdstad. Dat is een dorp zelfs. Nee, ook niet. Warschau is al weg. Warschau is de hoofdstad van Polen. Dat weet ik. Dat weet jij niet. Dat wist ik wel. Oké, ja. Hoeveel moeite wil je mij geven voor deze vlog? Veel. Oké, ja. Nee. Ik zal erover na. Ja, daarom moet het de perfecte vlog worden. Nee, maar hij is al perfect, want jij zit erin. Ja. Dus ja, ga je dan ook hem wel promoten op je Instagram? Sowieso. Ja, nee, oprecht. Oké, afgesproken. Ja. Ja. Nee, het was heel even eng, maar er was niks aan de hand. Yo, wie gaat er dan naar zo weer lopen? Waarom niemand kijkt? Jawel, iedereen kijkt de vlog natuurlijk. Bekeken. Ja, 112 mensen kijken dit. Wat is hier erg aan dan? Alles. Nee, dit is toch grappig. Kijk, iedereen kijkt. Mag ik vloggen? Ja. Hallo. 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 Mijn mondkapje leuk. Nee, grapje. Hoe was het in de Xenos? Geweldig. Weet je in welke Harme Frodo vlog ik daar ook was? Nou? Ik was er in één. Maar zo'n terugblik. Ja, maar het was niet heel spannend. Ja, gewoon deal even iets. Vloggers delen ik heb verhalen. Geen leuk leven. Deel even een leuk verhaal. Je hebt wel iets meegemaakt, toch? Jongens, wij waren in de Xenos. Ja. En toen, zeg maar, ik wilde een poster kopen, maar heb ik niet gedaan. En toen was er wel een boksbal. En toen dacht Jade dat het zo slim was om daar tegenaan te gaan slaan. Waardoor ze het halve schap naar beneden sloeg. En nee, dat is niet waar. Er viel maar één ding. En zij zo, nee, niks aan de hand. En gewoon terug gaan leggen en zo. En ik zei van, wat doe je nou weer? Je maakt er waren geen mensen gelukkig. En echt gewoon allemaal glazen en dat soort dingen. Wijnglazen en dat soort dingen. Mieterden ze gewoon naar beneden. En uiteindelijk heeft ze ook nog niet eens iets gekocht. Klopt. Was dat een goede verhaal? Yes, approved. De goede verhaal. De goede verhaal. De goede verhaal. Je houdt hem met twee handen vast en een beetje hoog. Dat is gewoon de hele truc. Zoiets. Hoezo met twee handen? Omdat jij dit niet langer dan 10 seconden vol gaat houden.
Ik kan het niet. Arme foto en help. Welkom. Bij weer een... Oh ja, ik heb mijn jasje even neer moeten leggen. Wat? Zo doen ze dat in films nog altijd. Yes. Oh, dit is echt nu al de beste vlog ooit. Omdat ik het ben. Ja. Dank je. Maar de meest bekeken meisje... De meest bekeken meisje. De meest bekeken meisje. De meest bekeken meisje. Hier. Waarom is het zo zwaar voor mijn arm? Hoezo? Dit is echt minder dan 1,5 kilo. Heb je mijn stokarmen gezien? Ja, je moet de kranten lopen. Nee. Dat is echt te lui voor. En dan moet je om 4 uur opstaan. Ja. Dat is het leuke. Ja, ik was heel even iemand niet aan het filmen. Hoezo, die... is dat leuk? Hoezo? Dat is echt vet leuk. Nee. Wil je later trouwen? Niet met jou. Hebben jullie die vlog ook gekeken? Nee. Hoezo? Zou jij een moord kunnen plegen? Ligt eraan op wie? Ja, dus. wat zou je doen met 1 miljoen euro? In mijn zak steken. Nou, op de bank zetten en dan zeg maar. Wat zei? Zo zei antwoord. Oké. Okay. Ik ga het toch niet in 1 keer uitgeven. Jawel. Dan ben je dom. Oké. Okay. Nee, je moet het beleggen en dan wordt het meer waard en dan heb je uiteindelijk. Dat antwoord gaf Tamar ook. Nou, maar wij zijn gewoon slim. Ik ken Tamar niet persoonlijk, maar we zijn gewoon slim. Oké, ja? Waarom niet? Ik slaap liever. Om 4 uur nog. Daar gaat je halve dag, Jaren. Mijn dag is van 12 tot 12. Ja. Maar dat is 12 uur krijg je er dan uit? Ja. Want je bent 24... Plassen, ik haat dit. Oh. Je bent 24 uur wakker. Ja. Ho. Je bent 24 uur wakker waarvan je er 12 uur wakker bent. Ja. Je bent 24 uur wakker waarvan je er 12 uur wakker bent. Ja, want de rest ben ik wakker, maar slaap ik toch. Maar als je nou van 9 tot 4 slaapt, dan slaap je 7 uur. Dat is toch veel te weinig? Dat je op een dag 17 uur wakker bent. Dat is 5 uur meer dan dat jij wakker bent. Maar als je wakker bent, dan voel je dingen. Ja, vlinders in je buik en dat soort dingen. Leuk. Ik heb geen vlinders gegeten. Het is een spreekwoord. Dat weet ik. Zie, je vindt het nu al niet meer ongemakkelijk om door een winkelstraat te lopen met een camera. Jawel. Hoe scheelt dit? Jij hebt veel geleerd. Hoeveel geld zou je betalen om van je grootste angst af te komen? Jij bent mijn grootste angst. Maar daar... Tientje is genoeg. Nee, nul. Heb je ooit een verkeersbord gestolen? Nee. Waarom niet? Echt zoveel mensen geven dat antwoord, maar het is zo saai. Hey, hoe neem je dit ook mee op de fiets zonder dat iemand je ziet? Nee, maar zo'n verboden voor hondenbord is heel klein. Dat is waar. Gaan wij ooit een verkeersbord stelen? Oh, echt zoveel leuke vlogideeën komen nu naar boven. We gaan er echt 100 vlogs mee vullen. Jij krijgt nu gewoon de jade vlogs. Oké, okay, is goed. Top. Ik word gewoon die influencer. Ja, jij hebt meer volgers dan ik. Stop daarmee. Het zijn er echt 30 of zo meer. Volg mij. Nee, volg mij. Maar nu gaan mensen jou volgen. Ja. We gaan een prank doen. Een prank. Een prank. Met mijn telefoon. Wat is je code? Mijn hoofd. Want iPhone 11 flex. Oké. Okay. Is dat een flex? Dit is een flex. Oké. Okay. Wat het idee is dat ik naar een hele goede vriend van Jade ga ik een bericht inspreken waar... In ik zeg dat ik de telefoon gevonden heb en vraag van wie die is. Slechtste idee ooit. Hij weet dat ik met jou ben trouwens. Hoezo heb je dat verteld? Hoezo niet? Is dat in je WhatsApp? Hoe nee. Je dat zegt? Oh. Nee, nee. Oké, we gaan beginnen. Je hebt niks gezien. Hoi, ik vroeg me af. Ik heb deze telefoon net gevonden in Park Randenbroek. En ik vroeg me af of jij toevallig weet van wie deze telefoon is. Want ik heb... diegene net niet gezien, maar jij staat boven in zijn of haar contacten. Dus wil je misschien heel even daarop antwoorden? Dankjewel. Dit is zo, maar niet nu zeggen dat het een grap is. Dit is weer een titelwaardige iets. Hij komt nog niet aan. Oh, maar dit is zo'n goede prank. Nou mensen, update. Mijn bericht is aangekomen. Nou, mijn bericht. Armes bericht. Oh, dit is ook weer zo slecht, want dan gaat hij het luisteren. En of hij heeft meteen door dat het een grap is, of hij heeft na 1 seconde door dat het een grap is. Ja. Oftewel, het is niet ontzettend spannend. Waarom loop jij rondjes?
om jou. Ja, wat? Wat weet hij? Maar nu ben ik mijn verhaal kwijt. Nu weet hij volgens mij... Hij weet jouw stem toch niet? Dus nee. Op zich. Dus ik kan net zo goed Gerry Eickhoff zijn. Wie is Gerry Eickhoff? Die man van het nieuws. Hoe lang zijn jouw normale vlogs? Tussen de 10 en 18 minuten. Hebben jullie gezien met Lucas in het water duwen? Ja. Die was 18 minuten. Ging je toetsweek? Level 2. Oké, dit is genoeg hiervan. Druk op een icoon om een spel te kiezen. ABC. De letters van je kleur in de juiste volgorde van het alfabet. Dit wordt een gaming video. Ja, maar gaming video's doen het erg goed. Zeker Brawl Stars. Moeilijk, hè, Jan, hè? Wat komt... Hoe kan je dit fout doen? A, B, D. Oh, zie mij dan. Zie mij dan. Hè? Ja, nu gaat hij daar naar K, J, L. Wat? Ik zeg het hele alfabet. Kies een spel op het scherm, Mati. Of alles en ik zit op zijn. Kip, Mati. Abonneer. Wat is 1 plus 5? 7? Nee, wat? Hoe werkt dit? Wat? Ik heb gebeld. Het is Arnoud. Yo, hallo, met Harmen. Hey, hoi. Volgens mij heb jij dan nu de telefoon van Jade gevonden, toch? Ja, dat klopt. Top. Heb je al contact met haar kunnen opnemen? Nee, ik heb geen idee eigenlijk ook wie het is. Ik wist niet eens of... Ik heb haar adres voor je als je wil. Oh ja, is het in de buurt van Amersfoort een beetje? Want daar ben ik op dit moment. Even kijken. Nee, dat kan wel. Dat is wel helemaal goed, ja. Kan jij toevallig haar ook... Ik weet niet of dat te veel moeite is, hoor. Maar kan jij haar misschien ook op een of andere manier bereiken... zodat ze wel weet dat ik het gevonden heb? Dat ga ik nu even proberen. Omdat natuurlijk... ik ga proberen even kijken of haar ouders het probleem dat ik die even bel. En dat ze zegt. Dus zorg dat zij dat wel weet. Ja, dat is heel fijn. Dankjewel. Top. Super fijn. Dankjewel. Yes, komt goed. Tot ziens. Doei. Hij is zo lief. Snel sturen dat het een prank is. Hij heeft door die ouders gebeld. Oh ja, mij nu. Maar ook, ik zei met Harmen. Oh. En toen dacht ik. Ik haat jou echt. Ik ben helemaal mijn best om te zoeken. Ik kan echt niet. Harmen is sowieso zeg maar die dude waarmee hij PBS doet, of niet? Ja. Ja, ik dacht al, want ik dacht dat ik herkende de naam, dus het moest ook al bullshit zijn. Ja, ik dacht ook al toen ik de naam noemde, Sid, nu weet je het. Schat, doen we dit even niet? Dat zijn niet. Ik zat op mijn mediatheek hier, ik zat midden in onze fucking koepel aan mijn bed. Ik moet opeens, zeg maar, ik helemaal denk van, fuck, oké. Sorry. Ik moet opnemen, nee, het is niet erg. Ik ga nu wel door naar mijn extra machine wiskunde, dus spreek jou later. Ja, superleuk ook om jou te spreken. Ja. Sorry nog. Mooi, ja, komt goed. We maken een YouTube-video. Yes. Yes, tot ziens. Hij is zo aardig. Hij is zo aardig. Nee! Je telefoon. Ja, dit is vals spelen. Ik geef niet om jouw 1100 euro telefoon. Nee, het is een iPhone 11, maar hij was 800 euro. Get your facts, maar... Dit is heel mooi. Ja, dan maakt iedereen foto's. Wauw. Ik hou ook altijd van zulke foto's waar je dan met... Kom, we gaan een shoplog doen. Shoplog? Nee, ik moet mijn buikspieren nog... Hier, jongens. Harmen heeft 1 ding gekocht. Het was 15 euro. Ik moet niet... Kan ik dit ding? Bij de koopman.
Waarom staat hij niet scherp? Ja, oké, okay, half. En het is... Jij moet hem zo even opvouwen. Maar ik moet het laten... Kijk. Oh, wat heb je nou gedaan? Ja, zeg maar, zo'n trui... Het is het leuke aan deze trui is... Zeg maar, dat je twee van die kolletjes eigenlijk hebt. Ik ben kleurblind. Ik noem het turquoise. Dit is geen turquoise. Dit is turquoise, heel duidelijk. Dit is blauw. Dit is turquoise. Ja, dit is turquoise. En ik heb, zeg maar... Oh, maar ik heb dit kraagje... Kan je dit kraagje even dicht doen? Dit is oversized, zeg maar. Want... En het is van de mannenafdeling. Yes. Stel met Jade. Ja, je kijkt heel disgust. Ja, omdat je één ding deed, maar dat vertel ik na de vlog even. Wat? Je deed? Vouwen met Harmon. Zo. Oh, dit licht. Dit is heel naar. Kijk eens hoe mooi. Wauw. Wat prachtig. Now you cross the line. 19. 18. Los Angeles, omdat ik een engel ben. Perfect. Los Angeles, daar ben jij nu. Top. Geen woorden meer aan vuil te maken. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van In 10 Dagen Topmodel. En vandaag hebben we In 10 Dagen Topmodel Jade. Zij is in 10 dagen topmodel geworden. Wat zit daarin? Zat ik nu goed in bed? Ja. Maar zo'n mond kon open, maar ik weet niet hoe. Het is niet het niveau van mijn vlog. Dus ik had net een... Ik heb een nieuw, maar ik kreeg gewoon geen minion. Hoe werkt dit? Hoe werkt een dino-ei? Nou, ben je hetzelfde als een normaal ei? Als je hem eens open doet, krijg je hem niet meer dicht. Ik weet niet of jij wel eens met lijm dan zo'n ei weer in elkaar hebt zitten plakken. Het werkt niet zo lekker. Ik heb hem gewoon dicht hoor. Wacht even. Zo rammelaar. Zoek de verschillen. Je neemt de grap ook serieus, nu is het niet meer leuk. Oh, dat is ook klacht in dino. Zeg maar, kijk. Je hebt nu van die milieuvriendelijke dingen. Ja, want geen plastic meer. Ik ben al blij met de appeltjes. Wauw. Ik ben Jade en liefst eet ik de hele dag mijn bloemen. Zou ik de challenge doen? Eén cheeseburger, één hap. Ja. Dat is goede content. Ik ben niet een cheeseburger. Carlotta zei dat ze weer van jou houden. Oh, nee. Wij gaan nu op Instagram een poll aanmaken. En als... Hoeveel procent? Meer dan 75? Ja. Als meer dan 75... 80. Als meer dan 80% op deze poll ja zegt, gaan Jade en ik logeren en blijven slapen dus hier in deze parkeergarage. We zijn rechtstuurd uit de parkeerplaats. Om welke reden? Je mocht er niet hangen. We wilden gewoon golfje spelen. Ik ben een YouTuber trouwens. Ja, het is echt leuk. Nee. Jawel, waarom is het niet leuk om hier een YouTuber te zijn? We keken gewoon. Kijk, daar is het stadhuis. Ik was Harmen. Dit is geen verpakking, jongens. Ja, maar wie verpakt hier papier in papier? Wat ben je dan voor monster? Serieus, kijk hier naar. Dit kan toch niet? Dit is echt gewoon het toppunt van verdriet is dit. Milieuvriendelijk. Nee. Ik kan maar je duimpje even door dat ding. Nee, ik kan hier ook niet door drinken. Omdat je zo verpakt. Dat is niet waar. Volg jou op Instagram. Yes. J.J.Hof. Ja, zet anders... hem ook even in beeld. Want... Ik zal het ook nog in de beschrijving zetten. Zo, ik voel me echt een brugklasser. Nee, dat. Nee. Wat was jouw eerste indruk van de vlog? Heel saai. Oh, waarom zoem je dit? Nee, ik voel echt... Zo saai, gewoon. Ik wil dit nooit meer doen. Ik kan jou vermoorden en dan ben ik ook van jou. Dit komt in de intro. Okay. Ja, deze huurmoordenaar. We zijn in een speeltuin.
Ik ben minderjarig. Dan moeten we wel naar je huis, want ik ga niet hier strippen.